Je kijkt naar het Weersjournaal van Weerplaza. Vandaag een wisselende dag met soms een klein gaatje voor de zon, maar vaker toch een tamelijk grijs beeld. Op veel plaatsen bleef het droog, hier en daar een klein pruttelbuitje. En dat kan de komende uren ook nog wel gebeuren. Dat zien we een klein beetje aan de satellietfoto's, want Nederland ligt onder bewolking. Maar de achterkant van die wolken, die grens, die schuift geleidelijk aan op. We zagen hem vanmiddag liggen, zo'n beetje over de Noordzee richting het noorden van Duitsland. En heel voorzichtig trekken die opklaringen in een zuidwestelijke richting. En dat betekent dat de opklaringen voor ons land terrein gaan winnen. In de avond zien we dat voorzichtig. Er zijn al wat opklaringen in Zeeland en in het noordoosten. Verder nog vrij veel wolken. Op de meeste plaatsen zal het wel droog zijn. En de temperatuur ligt dan rond een graad of 13. Vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 10. Opklaringen winnen terrein en tegelijkertijd staat er niet veel wind. Dat betekent dat er kans is op nevel of een enkele mistbank, vooral in het binnenland. De wind begint ook te draaien naar het oosten tot noordoosten. En morgen is de wind matig tot vrij krachtig. Trekt aan, dat betekent dat nevel en mist snel verdwijnen. Bewolking is er niet meer en de zon schijnt vaak volop temperaturen, 18 tot 20 graden. Heerlijk. Nazomerweer mogen we het misschien wel noemen. Nou, dat mogen we dan ook voor de donderdag en voor de vrijdag met zon. Vrijdag wel wat meer sluierwolken en temperatuur deze dagen zo rond de 20 graden. Het warmst is het in het zuidoosten van het land. Zaterdag is wat onzeker. Het kan zijn dat het meevalt en dat de buien pas in de loop van de dag komen. Maar mogelijk komen de buien ook wat eerder. Nog altijd zo'n 20 graden op de thermometers. En die temperatuur halen we dan de dagen daarna waarschijnlijk net niet meer. Hoewel we medio Volgende week wel een grote vorm van onzekerheid treffen op de woensdag en de donderdag. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl